In Amsterdam is het de magistrale dokwerker. In het Gelderse plaatsje Putten het beeld van de treurende weduwe. Op de afsluitdijk de visionaire ingenieur Lely. In het stadspark van Enschede een indrukwekkende groep van 10 beelden die de herinnering levend houden aan de oorlogstijd, met onder andere een beeld gewijd aan de Jodenvervolging. Deze en nog veel meer monumenten zijn het werk van de grote beeldhouwer Marie Andriessen, die de beeldhouwkunst in ons land nieuwe allure heeft gegeven en die thans 70 jaar is geworden in de volle scheppingskracht van zijn grote menselijke bewogenheid. De kunstenaar Andriessen, die met zijn vele monumenten een stempel op de sfeer van onze oorlogsherdenking heeft gedrukt, is ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag in Haarlem uitermate hartelijk gehuldigd, met onder andere een eretentoonstelling in de Vleeshal. Hier werden hem tal van geschenken overhandigd. Hier ook muziceerden kleinkinderen van zijn broer, de componist Hendrik Andriessen. Vele werken van de beeldhouwer tonen zijn markante zeggingskracht en zijn voorkeuren. Deze kleine plastiek van Diepenbrock is er. En deze prachtige impressie van een man voor het vuurpeloton. Van de aangrijpende plastiek die de overstroming van Walcheren memoreert, is er het ontwerp. Tal van aanzetten van Andriessens verzetsbeelden zijn er te zien, naast dit kleine beeld van wie een lichtend voorbeeld van het verzet was, koningin Wilhelmina. Het is een grootse tentoonstelling van een groot kunstenaar.